In principe heeft expressiviteit alles in zich, waardoor je de hele methode aan de kant kan leggen. En dat is daar de kracht van. Dus zeker voor leerkrachten die er nog nooit mee gewerkt hebben, probeer dat eens uit. We hebben Expeditie Vrijheid gelanceerd in januari 2020 met het idee dat scholen daar in april volop mee aan de slag zouden gaan als voorbereiding op 75 jaar vrijheid en 4 en 5 mei. Maar dat liep heel anders dan we verwacht hadden. Op het moment dat, denk ik, de meeste scholen dit soort projecten aanbieden, ja, toen zaten we thuis. Het ging dus ook echt niet vanzelf dat we toen in een paar weken tijd het lespakket zo omgegooid hebben. Maar wat bij ons een enorme drijfveer was, was dat we wisten dat we het momentum van 75 jaar vrijheid maar één keer hadden. En dat er al zo ontzettend veel dingen niet doorgingen. En we hier iets hadden dat ook digitaal of steeds bij de kinderen binnen zou kunnen komen. Dat betekende voor ons dat we het materiaal openbaar online hebben gezet. En we hebben met hulp van Tabitha van Dijk een enorme race tegen de klok gehad om voor 1 april een aparte vlog op te nemen. Ik sta nu voor de hoofdingang van de kerk. 75 jaar geleden zijn de Canadezen hier waarschijnlijk met hulp van de koster daar naar boven geklommen. Ik denk dat de kracht van deze vlog is dat je in hele korte tijd, zo'n 6, 7 minuutjes ongeveer, eigenlijk wel een complete les hebt. Dus we beginnen met een algemeen beeld. Daarna gaan we inzoomen op de omgeving. Daar laat ik wat zien, leg ik nog wat uit. En daarna zit altijd een opdracht aangekoppeld. Waar de kinderen dus eigenlijk thuis mee aan de slag konden gaan. En ik denk dat dat vooral heel waardevol is geweest in deze coronatijd. En ik heb vooral van andere leerkrachten heel veel positieve opmerkingen gehad. Van, oh, dit was gewoon eigenlijk heel prettig. Want wij waren net zo zoekende naar materiaal. En waar zet je als eerste op in? Nou, waarschijnlijk de basisvakken rekenen, taal, spelling. En daardoor waren ze heel blij dat ze eigenlijk die filmpjes konden laten zien. En er zo zeg maar een opdracht aan koppelen. Waardoor je toch een stukje eigenlijk van de zaakvakken ook online hebt kunnen geven. Mijn belangrijkste tip aan ontwikkelaars van digitaal lesmateriaal blijft om te zorgen dat je heel nauw samenwerkt met het onderwijs. Dus dat je goede contacten hebt met de scholen. Zoiets als wij nu hebben kunnen doen met alle aanpassingen binnen Expeditie Vrijheid. Dat was echt alleen mogelijk omdat we samenwerkten met De Fontijn en Tabitha van Dijk. Die daarin in een paar weken tijd een monsterklus geleverd heeft.